dit Hongaarse elftal. Onder leiding dus van de nieuwe bondscoach Imre Komora. Hier ziet u die Hongaarse ploeg die in eigen land ontzettend veel kritiek heeft gehad na de desastreus verlopen wereldkampioenschappen voor diezelfde Hongaren die als een van de favorieten afreisden naar Mexico, maar daar dramatisch de boot ingingen met die 6-0 nederlaag tegen de Sovjet-Unie. En toen lukte er uiteraard in het toernooi helemaal niets meer. De scheidsrechter van vanavond is deze kleine man met snor, Bruno Kaller uit Zwitserland. Grensrechters zijn de heren Mercier en Jouws. En Kaller, u ziet dat aan zijn FIFA-badge, is in het arbitraire wereldje een topper. Hij fluit meestal belangrijke wedstrijden, 3 weken terug nog. De Europacup ontmoeting tussen Atletico Madrid en Werder Bremen. En Galler constateert nu dat er problemen zijn met de tenues. En wat dat precies is, kan ik moeilijk zien. Ja hoor, de Hongaren gaan helemaal in het wit. En het Nederlands elftal in witte shirts en oranje broeken. En dat kan natuurlijk niet. Een ernstige communicatiestoornis, heel dom. En je vraagt je af hoe zoiets kan gebeuren. Er zijn toch zoveel mensen die rond die beide teams lopen. En Kaller heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld dat hij zo niet wil laten spelen. Wie haalt de bakzeil? Ik heb de indruk dat Ruud Gullit en de zijnen terug moeten naar de kleedkamer om andere shirts aan te trekken. Gullit haalt daar Dick Advocaat erbij en hier ziet u de Hongaren in het wit. En dat is erg ongebruikelijk, want Hongarije speelt normaal in donkerrode shirts, witte broeken en groene kousen. Dat is ook de kleur van de Hongaarse vlag. En het Nederlands elftal dacht zich daarbij aan te passen door in wit-oranje te spelen. Zo was het ook 1,5 jaar geleden, want die vergelijking dringt zich natuurlijk op, terwijl nu niet Ruud Gullit en zijn Nederlands elftal naar de dugout moeten. Maar Imre Garaba, de captain van de Hongaren en zijn 10 ploeggenoten, zij moeten terug naar de kleedkamer om toch dan in dat donkerrood en dat wit hier terug te komen op de grasmat van het stadion van het volk. Want dat is de vertaling van Neepstadion. Het Nederlands elftal hier met Simon Tahamata in het midden. Verrassend teruggekeerd toch in de nationale ploeg. Vorige week was hij de grote afwezige. Groot. Klinkt misschien wat merkwaardig voor deze kleine Molukker in dienst van Feyenoord, die zo'n sterk seizoen speelt tot nu toe. Hij was dus de afwezige op Papendal tijdens dat trainingskamp waar zoveel over te doen was, waar Johnny Medgod voor uit Nottingham overkwam en eigenlijk helemaal niet had hoeven komen, want 1 telefoontje had de problemen tussen Michels en Medgod kunnen oplossen. En dan was Medgod gewoon in Nottingham gebleven. En had Tahamata misschien direct in Papendal weer kennis kunnen maken met zijn ploeggenoten. Met wie die vanavond hier in dat Neepstadion dus de eerste kwalificatiewedstrijd tegen de Hongaren nu weer in hun vertrouwde donkerrood moet gaan afwerken. De nummer 7 van de Hongaren, Kalman Kovacs. En de nummer 7 van Nederland, Johnny van Schip. Daarover hebben wij ons met z'n allen hier in Budapest verbaasd dat hij door Michels in de basisopstelling zou worden opgenomen. Men dacht allemaal dat de voorkeur zou worden gegeven aan Roda-speler Wilbert Suvrijn, de TOS. Garaba dus de captain van de Hongaren, Gullit de aanvoerder van Nederland. En eigenlijk is de eerste overwinning binnen, een papieren overwinning weliswaar. Nederland mag in het tenue blijven spelen waarin men op het veld kwam. En de Hongaren moesten bakzeil halen. Terug naar de kleedkamer voor andere shirts. Al met al houdt dat het aanvangstijdstip van de wedstrijd natuurlijk op. Een wedstrijd die om 6 uur zou beginnen.
Maar dat leek al nauwelijks haalbaar, omdat voor deze A-interland de Olympische ploegen van Hongarije en Tsjechoslowakije hier in het Neefstadion speelden. Een wedstrijd die door de Tsjechen met 0-1 werd gewonnen. Winnen hier kan dus. Dat bewees het Nederlands elftal anderhalf jaar terug. Op de 15e mei 1985. Toen het voor de Hongaren nergens meer omging. En voor Nederland betekende toen winst alles. Hongarije dus onder een nieuwe coach, Imre Komorra. Ook hij stelde op papier drie aanvallers op. Kovács, de rechtsbuiten. Imre Boda met nummer 9, die u zojuist in beeld zag. Als een echte middenvoor, althans zo speelde hij zaterdag in de laatste oefenwedstrijd van de Hongaren. En Marton Esterházy, die man boven in beeld, als een zwervende spits. Naast Boda staat Détary. De meest bekende Hongaar. En de vraag is of Michels een speler aan hem opoffert. Kortom, een mandekker tegen Détary. We zullen zien. Kartos. Grote, sterke man. En de eerste keer dat Galler floot. En laat iedereen zien dat hij een energiek baasje is. Dat hij de wedstrijd in de hand wil houden. Garaba Détary. Kaat met Boda. Daar moet Oranje enorm voor oppassen. Kovács. Tahamata, ver terug. Garaba. Rijkaard, Spelbos, het centrale duo. Wouters, Siloy. Een andere doelman bij de Hongaren, Jozef Szendrey. Vaste man, Diestel is in militaire dienst. En Andrews, zijn vervanger, hopeloos uit vorm. En op dit moment niet eens vaste keeper bij zijn club Honvéd. Honvéd nog altijd de hoofdleverancier van de Hongaarse nationale ploeg. Vier spelers van de legerploeg hier uit de hoofdstad. Een ploeg die op dit moment niet aan de kop staat van de Hongaarse competitie. Vier spelers dus van Honvéd in de basis. Gullit. Een voorzet was zijn bedoeling. Gullit, die dus als tweede spits speelt, kort achter Marco van Basten. En Gullit die bewaakt wordt door Kartos. Détary. Esterházy, die komt graag naar binnen, is een dribbelaar, kaat met Boda, Spelbos. Gullit, goed die bal vrijgemaakt. Pinkham, de debutant. Twee debutanten in de Hongaarse ploeg, Attila Pinter, 20 jaar, van Ferencváros, vrije verdediger, en Imre Boda van MTK Budapest, centrumspits. Van Basten niet.
Sandor Salai. Een gelouterd international. Speelt al heel lang die kleine bek van Honvet. Hetzelfde geldt voor Rood. En Pinter. Een voetballende vrije man. Die graag artistieke oplossingen kiest. Maar wel eens in de problemen komt. En dat zag u bijna. Detari, die steeds Jan Wouters in zijn buurt weet. Mooie opening op Garaba. Oh, dat is knap. Van Tichel uitgespeeld, maar die heeft wel Tichel. Salai, mooie beweging van Stahamata. Esterhazy. Laat zich heel makkelijk vallen. Galas pakt de voordeelregel toe. Salai komt raak aanvallend aan die rechterkant. Stahamata is bij hem. Goed gedaan, maar het is wel buiten spelgrens, zegt het. Esterhazy mag doorgaan. De eerste hoekschop van de wedstrijd. Op het Galler een vrije trap. Dat doet hij dus. En altijd is het Lajos Detari die zich daarmee belast. Rijkaard. Van Basten. Weinig mensen voorin en dus moet Van Basten alleen. Demareert langs Salai, die hem raakt. Van Basten voelt dat ook. In ijshockey noemen ze dat tripping. En eigenlijk zou Galler met één geel moeten trekken. Dat was een gemene overtreding van Salai, die Van Basten op volle snelheid gewoon voor zijn benen schopt. Spelbos. Spelbos en Rijkaard wisselen elkaar af als vrije verdediger en stopper. Van Schip maakt ook kennis met de harde pressieler. Die speciaal daarvoor door Comora in de ploeg is opgenomen. Gullit. Minuten gespeeld dus. Hongarije-Nederland 0-0. En de verwachting is dat die stand lang op het scorebord zal blijven. Omdat er vooraf verondersteld wordt dat beide ploegen in eerste instantie niet willen verliezen. De opstellingen duiden daar niet op. Hongarije-Nederland allebei met veel aanvallend ingestelde spelers. Maar wat komt daar in de praktijk van terecht? Stahamata, oppassen met Salai. Rijkaard levert in bij Garaba, gleed eigenlijk weg. En met 1-3 Hongaren voorin. En Spelbos die Kovac hard aanpakt. Kardos. Detari. Rood. Salai. Kovac, een echte rechtsbuiten, handig. En Van Tichelen zal daar de nodige moeite mee hebben. Van Breukelen. Dichter die niet meer gewend is om linksback te spelen. Dat bleek bijvoorbeeld heel pijnlijk in de vorige interland in Praag tegen de Tsjechen. Maar het is hem nauwelijks kwalijk te nemen. Want hij speelt eigenlijk al 2 jaar lang in het centrum. Meestal als libero. Boda. Garaba. Kovac. Rood. Opgevangen door Rijkaard.
aantal rood. Aanvoerder van Peets. Een delegatie van Feyenoord, Fred Blankenmeijer en Rinus Israël zitten hier voor hem op de tribune. Hebben onderhandelingen gevoerd ook bij de Hongaarse voetbalbond om een eventuele transfer van deze rood van Peets naar Feyenoord te realiseren. Of dat ervan komt, dat is nog de vraag. Want zo eenvoudig gaat dat niet. Rood is pas 26. Detari uiteraard bij de vrije trap. Pretteller. Dit is die nieuwe coach, Imre Komora. En wat hij niet ziet, maar u wel, is een herhaling van de vrije trap van Pretteller. Ronald Koeman, die verrassend aan de linkerkant speelt. Daar ligt het grote probleem voor het Nederland zelf. Terwijl Van Basten kaart verguld is. En daar heel dicht nog bij de openingstreffer is. Marco van Basten. Daar moet Nederland van hebben. Van briljante momenten van die twee. Kijk maar eens, Gullit die uit de dekking komt. En razendsnel Van Basten vindt. Die met een mooie draai schiet. Voorzichtige opbouw. Kijk, Gullit die uit de spits terugkomt. Dat is de opdracht ook van het Nederlands elftal. Heel gegroepeerd, heel dicht bij elkaar spelen. Weinig balverlies leiden, veel contact onderhouden tussen de diverse linies. En Gullit is daarin een hoofdpersoon. Bij de voorgaande dagen in Budapest, eerst op het veld van Vazas. En gisteren in dit stadion is daarop getraind. En hier Rinus Michels, met zijn assistent-advocaat. Cardos. Kovac. Boda. Sterke jongen is dat. Hij appelleert voor Hens van Tichelen. Spelbos krijgt veel voor aanmerking op de leiding. Dit is oppassen geblazen. Kijk maar naar links. Lajos Detari, die een lange aanloop neemt. De ene keer schiet hij met volle kracht van afstand. Een andere keer, zoals een paar minuten terug bij die vrije trap, dreigt hij te schieten en legt hij de bal dan naar links. Waar drie spelers klaarstaan. Maar eerst moet die muur op afstand. Daar komt Detari. Hij doet het zelf. In de muur. En dan nog eens rood. Silooy is aan de rechterkant vertrokken. Wouter Slet weg. Van Basten. Met drie Hongaren. En dat redt hij dus nooit. Detari. Hij is de verbindingsspeler bij de Hongaren.
Spelbos. Een man die vaak wordt verguisd, een man ook die vaak is weggeweest uit het Nederlands elftal, maar altijd weer terugkomt. Spelbos de laatste tijd bij Ajax sterk. Niet alleen verdedigend, maar ook in voetballend opzicht in de opbouw. Een speler ook in wie Rienus Michels altijd vertrouwen heeft gehad. Hier Spelbos weer. Wilde trap van Presseller. Als Tahamata ertussen kan komen, dat kan hij niet. Salai. Koeman. Vrije trap Tahamata. U ziet de grote lege plekken in dit Neepstadion. Waar meer dan 70.000 mensen een plaats kunnen vinden. Ik denk dat het er 10 tot 15 zijn. Belangstelling voor het voetbal in Hongarije. Ernstig gedaald. Na die teleurstelling. Van Mexico. Spelbos. Een diepe paas op Gullit. Het wordt Chendrij. Die ruzie maakt met Gullit. En ook Cardos is in de buurt. En Kaller geeft waarschijnlijk een vrije trap aan de Hongaren. Hoewel de poging van Gullit buiten het doelgebied was. Waar de keeper dus niet extra beschermd hoeft te worden. Maar goed. Chendrij heeft de bal. Pinter, Cardos. Struikelt over zijn eigen benen. En Gullit is weg. Nou ja, weg. Tussen de benen van Detari door Wouters. Precies op tijd. Rood die ingreep. En nu kunnen de Hongaren weg. Maar Spelbos voorkomt dat. Rood zorgt voor de aansluiting. Rijkaard. Tahamata. En weer drie man voorin bij Nederland. Gullit. Dat is ook een lekkere overtreding van Cardos. En zo zal Gullit vanavond nog wel meer te verduren krijgen. Tahamata. Gullit probeert te koppen. Kopt ook. Caraba. Presseller gaat aan de linkerkant. Caraba bereikt hem niet.
Koeman. Met handen en voeten probeert hij het. Maar Salai was de winnaar. Koeman die daar vroeg stoort. Links op het middenveld dus, Ronald Koeman. Normale positie waar je zijn broer Erwin zou verwachten. Maar die heeft zich een beetje uit de markt geprijsd. Door na de wedstrijd in Praag al te roepen dat voor die positie Valken beter kon worden gekozen. Maar Valken was niet fit. En Michel zocht een oplossing en vond die in Ronald Koeman. Een positie overigens die de jongste Koeman niet erg ambieert. In het verleden had hij daar alles met Aad de Mos problemen over. Toen hij bij Ajax aan die kant moest spelen. En dat niet leuk vond. Hier ziet u hem. Siloy. Heel knap bereikt door Rijkaard. Maar het gat op het middenveld is groot. Van Basten ziet dat. Maar die bal kan Siloy niet krijgen. Nou, van Schip blesseert daar Sjendrij. Een vervelende overtreding, waar Rood zich erg over opwint. Maar het was Presseller die daar ook bij staat. En van Schip krijgt dan geel. Laten we nog eens kijken of die beslissing van Gala terecht is. Maar het is duidelijk dat van Schip duikt in die mogelijkheid die Presseller hem schept. Ja, hij raakt Sjendrij daar lelijk in het gezicht. Er zal geen sprake zijn van opzet, maar de gele kaart is op zich begrijpelijk. Maar de schuld lag bij Presseler, die verkeerd teruggooide. Twee gele kaarten dus al voor Nederland. En we zijn pas 21 minuten onderweg. Spelbos en Van Schip. Rijkaard maakt het zichzelf erg moeilijk. En moet nu door. En Salai beseft dat. Kovac. Nee, Salai. Pinter. Een vrije verdediger. Met de nadruk vooral op het laatste verdediger. Hij blijft achter zijn zwaar bezette linie terwijl Gullit nu weg kan breken. Na een paas van Van Basten. En knap ziet waar Sjendrij problemen mee heeft. Dat zijn de mogelijkheden waar Nederland op gok. Die plotselinge uitbraken. Van Basten die Gullit zag. Gullit die moeite had die bal mee te nemen. Maar dan wel lekker hard ziet. En de rechterhand van Sjendrij. Hoekschop voor Nederland. Tahamata richting eerste paal, verlengd door Rijkaard. Wat een chaos daar zeg. Ook op dat onderdeel is de laatste dagen erg veel getraind. Het nemen van hoekschoppen. Van Schip dacht er één te krijgen. Maar de grensrechter denkt er anders over. Die steeds vanuit het midden opstond. Daar is hij ook op zijn best met lange passen. Probeert langs Rood en langs Presseller te komen. Van Schip helpt. Koeman. Tahamata. Knap die bal teruggelegd van Basten. Krijgt een setje in de rug van Rood. En dat is precies voldoende om Van Basten, die lelijk neerkomt, precies uit cadans te brengen. Zodat hij de bal niet voldoende kan raken. Let nog maar eens op dat duwtje wat Rood Van Basten meegeeft. De voorzet van Tahamata is knap trouwens. Mooi aangesneden. Kijk, ziet u? Dat elleboogje.
Gullit weer. Koeman. Het is duidelijk. Niet de thuisploeg, maar het Nederlands elftal bepaalt op dit moment het gebeuren hier in het Neepstadion. Al zo'n minuut of 6-7 heeft Oranje het initiatief van Bart. En weer centrij. De Hongaren mogen die lange doelman van Újpest Dosa dankbaar zijn. Hij heeft toch al zeker een balletje of 3-4 eruit gehouden, waarvan er één best had kunnen zitten. Weer zo'n slordige terugspeelbal van Shalai, Pieter Rettenzaak. Een ploeg ook, dat Hongarije, dat vooral aan zichzelf twijfelt. Een ploeg die werkelijk na Mexico, hier in een land waar kritiek toch niet echt op prijs wordt gesteld, in de sportpers volledig is afgemaakt. Comora. En Michels. Kijk, Comora die regelmatig gaat staan en zijn ploeg naar voren duwt. Een zeer emotionele coach. Die iets van die emotie, van die wilskracht op zijn ploeg probeert over te brengen. Siloy. Van Schip. Mooie beweging langs Preseller. Haalt die bal van de achterlijn. Tahamata. Voorzet was wat hard. Koeman. Gullit. Van Schip. Buitenspel. Zal wel waar zijn. Esterhazy duelleert met Siloy. En Siloy mag ingooien. Niet opwinden. Van Basten. De ogen zijn op hem gericht. Hoe houdt hij zich in een echte grote wedstrijd? Gullit. Dit is wel een hoekschop. Pinter en Rood. Shalai bij de eerste paal. En ook de hoekschoppen van de rechterkant neemt Tahamata. Dat doet hij met links. En waarschijnlijk heel kort naar die eerste paal toe. Kijk maar. Daar staat Rijkaard om te verlengen. En is Gullit heel dicht bij de opening. Zo kan je toch weer eens zien hoe belangrijk het is op dit soort situaties te trainen. Het Nederlands elftal deed dat gisteren. Bijna een half uur lang. Kijk eens hoe dicht Gullit bij de opening is. Ingooi van Jan Wouters. Gullit, recht omhoog. Detari. Mooie opening op Esterhazy, dat zeker. Siloy is daar weg, dus moet Wouters mee terug. Kovacs, goed op de bal verdedigd van Tichelen. Esterhazy gaat liggen. Maar zijn winst is deze vrije trap. Detari, uiteraard. Rood. Boda. Rijkaard, goed. En Tahamata. Koeman. En nog eens Tahamata.
Ik moet zeggen, het Nederlands elftal maakt een zekere indruk. Het loopt vloeiend. Spelers vinden elkaar makkelijk. Een constatering na een half uur bij een stand 0-0. Maar Nederland heeft een paar mogelijkheden gehad en de Hongaren eigenlijk niet één. Maar een wedstrijd duurt anderhalf uur. Gelid. Cardos. En een te aanvallend Nederlands elftal houdt natuurlijk risico's in. Maar voorlopig gaat de ploeg uit van de eigen mogelijkheden. En dat is wel eens anders geweest. Koeman met links, dat is niet zijn sterkste been. Detari met steeds Jan Wouters in zijn buurt. Handen en voeten en een vrije trap dus. Hier is hij vol in beeld. Deurme, zo noemen ze hem hier. Dat betekent iets van Pietje of Keesje. Lajos Detari, de schoonzoon van bondscoach Comora. Spelbos, oppassen, je hebt al geel. Ik kan me zijn boosheid voorstellen, dit was een uitgelokte vrije trap. McCallum heeft nu helemaal gefloten en zal het ding nooit inslikken. En opgepast dus weer. Opgepast op Detari. Voor en na Mexico heeft hij er een rommeltje van gemaakt. Is flink aan het feesten geweest. En dat was aan zijn spel te merken ook. Maar Comora heeft hem weer terug op het rechte pad. 8 doelpunten scoorde hij tot nu toe in de Hongaarse competitie. En daarmee is hij topscorer. Of doet Garaba het deze keer? Samen met Pieter. Maar de muur staat. Pretteller. En even de eerste ballen van Breukelen. Van Schip en Pieter. Pieter won. Preseller, speler van Rabo Gier. De man eigenlijk die zich zaterdag in die laatste oefenwedstrijd in de ploeg speelde. Tahamata, ver terug. Zoekt Salai op, die wint. Ja, Wouter zit die Detari toch flink op zijn schoenen. Het is altijd gevaarlijk om een speler op te offeren aan een ander. Daarmee dreig je je eigen ploeg uit het ritme te halen. Maar vooralsnog is dat zeker niet het geval. Het gaat goed met Nederland. Van Basten alleen voorin. Met rood. Tahamata was er wel, maar te laat. Pinter probeert met lange openingen. En eens kijken, ja, Boda is snel. Daar is Spelbos de nodige problemen toch mee. Maar Van Breukelen is tevreden over zijn redding.
Het levert Hongarije een hoekschop op. Boda, Spelbos, een aardig duel. Als Van Breukelen goed geluisterd heeft, dan weet hij hoe Detari die hoekschoppen neemt. Met veel effect. Maar Hans past op. Mooie opening Detari op Kovac. Kovac die graag buiten omgaat. Hoekschop. Nee. Kalk heeft een doeltrap. En Van Breukelen moppert nog eens op Kovac. En doet voor hoe die dat deed. Laten wij ook even kijken. Ja, Van Tichelen speelt heel duidelijk de bal. Maar heeft geluk dat het geen corner wordt. Maar een strafschop was het natuurlijk zeker niet. En dat was de bedoeling van Kovac. Vrije trap voor Van Basten. Van Schip. Weggehaald, Pinter. Koeman. Maar even terug om ruimte te creëren. Via Spelbos naar de rechterkant, naar Siloy. Gullit en Rood. Gullit wint zomaar. En wat een paniek daar toch bij Pinter. Die bal heel eenvoudig kan terugleggen op Sjendrij. En zo levert het oranje een hoekschop op. Nogmaals geconstateerd, Hongarije, een aan zichzelf twijfelende ploeg. Een ploeg die heel broodnodig op een successie zit te wachten. Maar met dit voetbal dat voorlopig zeker niet verdient. Tahamata. Sjendrij wordt weggezet, Kaller heeft gefloten terecht. Van Basten, naar het Gullit, die slechte uittrap van Sjendrij onderschept. Van Basten die schiet. Ja, het enige wat je op dit Nederlands elftal tot nu toe kunt aanmerken is dat er best eens een doelpunt gemaakt mag worden natuurlijk. Ik kan me eerder een wedstrijd van Hongarije hier in dit Neepstadion herinneren. Dat was 2 jaar terug, thuis tegen Oostenrijk. Toen het de eerste helft ook zo ging. Toen de Oostenrijkers de dienst uitmaakten, met 1-0 voorkwamen. Maar daarna toch in de tweede helft tegen een ontketend Hongarije de bak in gingen. En daar moet Nederland natuurlijk voor oppassen. Goed spelen, dat zeker. De wedstrijd in de hand hebben, dat ook. Maar doelpunten maken, daar is het spelletje voor uitgevonden. En niet alleen achterin op de nul spelen. Wouters, Rijkaard, buitenspel, Van Schip, nee, het is Siloy.
Esterházy en Siloy. Esterházy spelend voor AEK Athene, waar hij getraind wordt door Alp Favier. Bleek gevaarlijker dan het was. Oppassen, Rijkaard, oppassen. Die bal raak je natuurlijk een keer kwijt. Rijkaard die in zijn drang naar voren wel eens te veel wil. Overtreding van Basten. Handje, goed gezien. Detari. Gullit, niet, Kardos, Hongarije. Garaba. Speelde tot nu toe al de stopper. Vanavond in een rol op het middenveld. Nieuwe overtreding. Weer Imre Garaba. Voorin onder andere Presseller. De bek die goed kan koppen. Rijkaard lost dat knap op. Esterházy was in zijn buurt. Pinter, mooi vrijgespeeld. Hongarije komt iets terug na dat redelijk langdurige offensief van Nederland. Van Schip. Spelbos. Maar voorlopig speelt het geheel zich af op de Hongaarse helft. Van Basten, Koeman. Koeman die natuurlijk goed kan schieten. Szendrey. Schot werd op het laatste moment geblokkeerd door een verdediger. Door Garaba. Esterházy nog nauwelijks van zijn linkerkant gekomen. Koeman, het is bijna rust, heren. Dus hou die bal in de ploeg. Zorg in elk geval dat de Hongaren niet scoren zo vlak voor rust. Het zou een heel vervelend moment zijn. Storen of jagen, daar hebben de Hongaren kennelijk nog nooit van gehoord. Ze laten Nederland rustig die bal rondspelen op eigen helft. En Spelbos overschrijdt zelfs de middellijn. Zoekt Gullit. Van Basten. Van Basten. Ja. Of niet. Hij wordt niet gegeven door Gallo, maar naar mijn idee staat hij erin. Gullit haalt ook verhaal bij de grensrechter. En dit zijn dan toch van die momentjes in het internationale voetbal waarbij je denkt, waarom heeft Nederland nou nooit eens een keer het geluk mee? En Boda is weg aan de andere kant en het zal toch niet gebeuren. Want Nederland zal heel even de concentratie kwijt zijn. Dan ben je bij je gedachten
bij zo'n bal die mogelijk het doel in zit. En dan zijn het de Hongaren die een bal bezit zijn. Maar Galler fluit precies op tijd, fluit die af. En ik zou de Hongaarse regisseur zeer erkentelijk zijn als hij dat moment, het cruciale moment van een minuut geleden, nog eens zou willen laten zien. Daar komt hij. Laten we eens goed opletten. Marco van Basten, die in balbezit komt. Pinter is erbij. Daar is Van Basten. En waar gaat die bal naartoe? Onderkant plat. Ja, die zit. Die zit echt. Het is echt een doelpunt. En dat mag de grensrechter verweten worden. Hier wordt Nederland echt genaaid. Maar goed, het is 0-0. Het is rust. En we kijken het nog één keer aan uit een andere positie. Gullit en Marco van Basten. Met een beetje geluk, dat wel. En nu gaat het erom. Onderkant plat. Ja, die bal die ploft toch achter de lijn, zou ik zeggen. Nou ja, hij zit gewoon niet. Dat is de realiteit. En de elftallen van Hongarije en Nederland en scheidsrechter Galler met zijn beide assistenten denken over dit moment nog eens na. U gaat dat doen. Wij gaan dat hier doen. En we zijn zo over een minuut of 12, 13 vanuit Budapest weer bij u terug. Tot straks. U bent terug in het Neepstadion, waar de Hongaarse ploeg achter het Zwitserse arbitrale trio het veld weer opkomt. Dat arbitrale trio dat vanavond nog wel onderwerp van gesprek zal zijn. En dat naar aanleiding van hun beslissing voor het niet toekennen van het doelpunt van hier Marco van Basten. Want daar is iedereen in het Neepstadion hier wel van overtuigd. Die bal zat gewoon. Maar dat soort gevallen hebben we natuurlijk in de voetbalhistorie al meer meegemaakt. Herinnert u zich nog maar dat doelpunt van West-Duitsland bij het wereldkampioenschap 66 in Engeland, de Bakramov-bal. Rinus Michels daar links met twee Hongaren, Pinter in het midden en hier doelman Szendrey. Michels die bepaald niet ontevreden zal zijn over het verloop van de eerste helft en dan met nadruk over het verloop. Want ook daarover zijn we het met z'n allen waarschijnlijk wel eens. Nederland had gewoon één of twee keer moeten scoren. Dan had het lekker aan die tweede helft kunnen beginnen. Nu blijft altijd nog de dreiging van het Hongaarse elftal. Een ploeg waarvan je nooit vooraf weet waar je met ze aan toe bent. Het kan vriezen en het kan dooien. Als je dit zo ziet, de papieren, dan zou je mogen veronderstellen dat er gewisseld is. Niet aan Nederlandse kant in elk geval, dat kan ik me ook niet voorstellen, want daar liep het goed. 2, 4, 6, 8, 9, 10 Hongaren, daar komt nog iemand het veld op. Dat lijkt me Esterházy. Het is ook Esterházy. Maar daar aan de overkant ontdoet iemand zich van zijn trainingspak. En dus gaat Imre Komorra gaat wisselen. En brengt hij een nieuwe speler in het veld. Die meneer met die bril op daar, met dat kalende hoofd, was de begeleider van het Nederlands elftal hier in Budapest. Dat was hij ook al anderhalf jaar geleden. Meneer Borgman. Maar dat is zoiets als hier Jansen. Nummer 12 is Jozef Keller. Hij speelt doorgaans linksback. Men had ook verwacht dat hij in de basis zou staan. De linksback van de eerste helft, Preseler, staat ook nog in de ploeg. En dus gaan we eens kijken wie eruit is. Keller dus in de tweede helft. En daar met vier ziet u Preseler, die bij zijn club Rabo Djur ook vaak links op het middenveld speelt. Detari is er nog. Maar we zullen het zo dadelijk zien. Cardos is er nog. Ik heb de indruk dat rood uit de ploeg is.
De man van Peets, de man dus waar Feyenoord belangstelling voor heeft. En waar ze dan gewoon hier misschien in de tweede helft onderhandelingen mee kunnen openen. We zijn begonnen met Rijkaard. Gullit. En Van Basten. Kan niet naar Gullit, die staat buitenspel, dus schiet hij zelf. Kardos, die dus nu de positie van Rood heeft overgenomen. Als stopper tegen Marco van Basten. Met Esther Haas die aan de linkerkant gaat. Een prachtige sliding van Frank Rijkaard. En wie er op het middenveld tegen Gullit speelt, zullen we zo dadelijk zien. Preciëler dus nu links op het middenveld. Een grote stevige vent die voor meer druk zal zorgen. Garaba gaat richting Gullit, dat zal het zijn. Tahamata van Tichelen, voor het eerst eigenlijk in de wedstrijd aanvallend. Tahamata. Ingooi Nederland. Tahamata die in de eerste helft zich voornamelijk beperkte tot het spelen links in de zone. Omdat dat de zwakke kant van het Nederlands elftal is en die misschien nu wat meer kan gaan aanvallen. Koeman, een ideale positie voor Lat. Het zit Nederland ook werkelijk niet mee van Schip. De grote makker van het Nederlandse voetbaltop. Zodra we over de grens komen in de vaderlandse competitie wordt er meestal nog wel veel gescoord door gebrek aan tegenstand. Maar nu in dit soort wedstrijden, we zagen dat in de eerste helft al met een paar kleine kansjes. En nu weer hier met dat schot van Koeman. Een prachtig schot, prachtig die bal, de voet tegen die bal aan en dan ontbreekt het geluk. Boven de lat van Szendrai spat die bal weg. Heel jammer, want Nederland verdient hier een voorsprong. Dat is zeker. Garaba, de bal gespeeld van Gullit, van Schip. Gullit. Pieter, te laat en dus Gullit neergelegd en dus veel. Kijkt u maar, Gullit, Pieter is gewoon te laat. Boom. En uiteraard een blessure bij de oranje aanvoerder, want hij was op volle snelheid. Spanning, spanning en nog een spanning. Dat was al voelbaar vorige week in Papendal bij de voorbereiding. En het was helemaal te zien hier bij de laatste voorbereiding in Budapest. Rinus Michels, er gaat veel in hem om. Hij weet dat hij veel talent in huis heeft. Maar wanneer komt het er nou eens uit? Er is veel kritiek over hem geweest. Zeker op zijn selectiebeleid. De affaires met God. En Kieft. En Michels. Voorheen de onaantastbare in het Nederlands voetbal. Krijgt nu toch ook de kritiek over zich heen. En dat weet hij maar al te goed. En niemand vindt dat prettig. Michels, vooral wordt hem verweten dat hij nog wel eens uitgaat van defensief voetbal. Maar zeker tot nu toe, in de 50 minuten die hier in Budapest zijn gespeeld, is dat niet het geval.
Kovac. Nog niet echt langs Van Tichelen gekomen. Weer Kovac. Een man die er ook bij was in Mexico, althans in de groep van 22. Maar die toen niet of nauwelijks aan bod kwam. Spelbos, hard, medogeloos. Zo kennen we hem. Cartos. Wouters, Siloy. Wouters die door zijn rol tegen Detari natuurlijk niet echt in de wedstrijd komt. Een ondankbare rol om iemand uit te schakelen. Siloy buitenspel, alhoewel Gullit erg boos reageert. En vindt dat de grensrechter het bij het verkeerd end heeft. Blessurebehandeling van Boda. Het speelveld is kleiner, de Hongaarse verdediging schuift wat meer op. En dat geeft Nederland kans om uit te breken via de snelle Gullit. Sendrij of niet? Nee, die bal draaide heel mooi terug. Tahamata richting Koeman zou kunnen. Maar Tahamata wil veel, wil Salai uitspelen. En krijgt bovendien een vrije trap tegen. Gullit speelt een belangrijke rol. Tahamata, zoals gezegd, meer voorin nu. Koeman. Wouters. Rijkaard. Nu is het oppassen geblazen, nu gaan we met erg veel naar voren. Rijkaard. Koeman. En die kan natuurlijk met links die bal niet voorkrijgen. En moet iets anders bedenken. En dat gaat niet. Dat is nog het probleem. Waarom zijn er in het Nederlandse voetbal zo weinig linksbenige spelers van internationale kwaliteit? Hoe is dat nou toch mogelijk? En als je het daarover hebt, dan denk je toch altijd weer terug aan Rob de Wit. Die anderhalf jaar terug hier dat ene zo belangrijke doelpunt scoorde. De Wit bezig aan zijn herstel. Vierde hoekschop van Nederland, van links, Tahamata. Veel mensen weer voor dat doel van Sendrij, die er daardoor niet uit kan komen. Keller. Esterhazy en Kovac naar de linkerkant. En Wouters die de deur heeft gesloten.
Rijkaard. Hij is de 11e speler die in balbezit komt, achtereen. Het is gênant gewoon te zien hoe de Hongaren zich hier weg laten tikken. Maar het spel voor de Hamada. Paas van Koeman was bovendien ook te hard. 13, 14 keer een Nederlandse speler in balbezit zonder dat er een Hongaar tussen kwam. Maar laten we oppassen, laten we niet te optimistisch worden. Want zo is het al vaker gegaan. Kalla zag dat goed. Het duwtje in de rug van Gullit. Van Basten. Van Schip. Die de rechterkant goed bezet houdt. Zonder wat echt briljante acties te komen. Siloy. Goeie tackle, Kalla. Rijkaard, die vanuit de verdediging veel initiatief neemt. Gullit. Met Prechalet. Gullit nu met Pinter. Tahamata. Schaar langs Jalai. Gullit. Echt aan uitverdedigen komen de Hongaren niet toe. Nederland domineert andermaal. Rijkaard. En Van Breukelen doet ook mee. Heeft eigenlijk nog geen enkel schot van betekenis gehad. Het is bovendien hier in het stadion ook muisstil. De enige die je hoort zijn de ongeveer 1000 Nederlanders en de Hongaren zwijgen. Ontevreden als ze zijn over de prestatie van hun ploeg. Ik kan me dat voorstellen. Het kost veel kracht, veel energie. Dit spelen op balbezit moet ontzettend veel worden gelopen. Een diepe bal dan. Van Basten probeert Gullit te bereiken. Pinter werkt weg. En de eenzame man voorin is Boda. Detari. Kardos. Esterhazy, helemaal uit Athene hier naartoe gekomen, heeft nog niets laten zien. Maar hij is een man van momenten, je weet het nooit met hem. Koeman. Maar het spel was vol van Bak, niet vol van Schip. Ik denk dat de grensrechter gelijk had. Moppert reageert zich af, typerend voor Marco van Basten als hij niet echt in de wedstrijd is, en dat is hij niet. Kovac. Detari, altijd weer Wouters op zijn lip en Van Basten die wel zijn werk doet. Gewend natuurlijk bij Ajax om ander voetbal te spelen. Met veel mensen in zijn nabijheid. Johnny Bosman met name. En nu moet hij vaak alleen tegen 2-3 Hongaren opboksen.
Rijkaard kwijt. Detari oppassen. Ja, die overtreding was nodig. De scheidsrechter niet irriteren. Dat hoort ook bij het internationale voetbal. Gewoon terugbrengen die bal. Kovac. Eigenlijk hoorde op die positie Mesjaros te spelen. De spits van Pitch. Een speler die de Feyenoorders zich nog zullen herinneren, maar Mesjaros is geblesseerd. Vandaar dus Kovac. Vrije trap voor Hongarije. Esterházy. Kovac en Van Tichelen. Preseller, Desari. Lange trap van Pinter, dat probeert hij steeds om een van zijn spitsen te bereiken. Het lukt ook. Ja. Ja, wilde ik zeggen. Overtreding. Dat was er naar mijn idee, oké. Tegen Boda. Maar Galaf fluit niet. En dat is meegenomen voor Nederland. Spelbos blokkeerde. Detari. Boutens was in een aanvallende rol en rent nu achter Detari aan. Heeft inmiddels de positie overgenomen van Spelbos. Esterházy, 4 Hongaren tegen 7 Nederlanders. Het zal niet waar zijn, het is ook niet waar, dat de gevaarlijke richting van Breukelen wordt gespeeld. Balverlies voor Van Basten, hij krijgt wel een vrije trap. Overtreding is van Keller. Kovac met Boda op snelheid aan de rechterkant. En Esterházy op links. Het aanvallende spel van Nederland geeft de Hongaren ruimte om via het middenveld, via Detari, plotseling snel door te stoten. Dat blijft me oppassen geblazen. Zeker als je zelf niet in staat bent om te scoren. Maar er wordt achterin scherp verdedigd. Nummer 14 is Shikeres, dat is een aanvallend ingestelde speler, een linksbener. Boda gaat eruit. Dat zal een ander systeem tot gevolg hebben. Boda de centrumspits, die eigenlijk geen bal raakte. Tegen het sterke duo Rijkaard-Spelbos gaat naar de kleedkamer. Shikeres neemt diens positie over. Siloy. Van Basten is voorin. Siloy krijgt een sweep van Keller. Spelbos voorin. Rijkaard voorin. En Gullit. Drie spelers die goed kunnen koppen. Maar Cardoz wint. Van Basten. Koeman. Taamata, goed gezien, die loopt door. Maar Cardoz is sterk in de lucht. En Van Basten die tackelt voorin. Nogmaals, hij verweert zich uitstekend. Esterházy nu op rechts. Shikeres op links. Daar is Shikeres. Gaat buitenom bij Van Tichelen.
Siloy moet oppassen. Speelt de bal. Ja toch? Ja. Wouters die nu regelmatig over Detari heen gaat. En Gullit vindt. Gullit, daar is hij. Ja hoor, dat wordt het doelpunt of niet? Ja, Van Basten. Hij zit erin. En gezien. Knap van Wouters. Ruud Gullit en Marco van Basten. Daar zaten we op te wachten. Dik en dik verdiend. De voorsprong van het Nederlands elftal. In de 22e minuut van de tweede helft. Dat mag best een lachje af voor Michels. Kijk maar naar Wouters. Die heel goed met de buitenkant van de schoen. Gullit vindt. Gullit achter Cardos langs. Passeert Zendrij. En dan had hij zelf al kunnen scoren naar mijn idee. Maar hij ziet zelfs zuchten. Laat het Karwei aan de man die het af kan maken. Marco van Basten. We zijn er natuurlijk nog niet. Want wat gaat Hongarije nu doen? Gaat het nu pressen? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor Hans van Breukelen? Die helemaal nog geen enkele bal van betekenis heeft gehad. En dat is rot voor een keeper om dan zo ineens onder druk komen te staan. Ja, dat is goed van Koeman. Geef hem maar een paar ballen. Dan krijgt hij een beetje contact. Want ik kan me niet voorstellen dat de Hongaren niet nog tot een offensief zullen besluiten. 22 minuten hebben ze daar nog voor. Met Detari. Van Basten. Natuurlijk gestimuleerd door dat doelpunt. Dat is het mooiste voor wat er is voor een spitsspeler. Tahamata. Van Tichelen. Rijkaard. En weer dat rondspelen van die bal. En weer dat Hongaarse team dat achter de feiten aanholt. Weer Marco van Basten. Het is net Cardos die zijn grote schoen ertussen zet. Een hoekschop. Het is leeg en het is stil. En Simon heeft de tijd. Bal moet binnen het kwartcirkeltje. En Simon neemt nog meer tijd. Kort. Chendrij. Ah, die voelt zich daar niet echt lekker hoor. Tegen de paal zegt. Nou. Het is toch niet te geloven wat er allemaal gebeurt vanavond hier. Onderkant lat. Achter de lijn, geen doelpunt. Lat van Koeman, dan wel een doelpunt en nu tegen de paal. Het is nog altijd maar 0-1. En dat is nog niet echt lekker. D.
Detari. Wouters laat de teugels een ietsje vieren ten opzichte van Detari. Dat zou ik niet doen. Verricht die man een ontzettend loopwerk. Trekt gaten van links naar rechts. Is een wanhoop voor de Hongaarse verdediging. Van Schip. Bal was buiten, volgens de grensrechter. En dus een doeltrap. Esterhazy, Kovac, op het lichaam van Rijkaard, Sekeres en Spelbos die attent blijft. Dat is onnodig van Schip, dat balverlies. Gullit gaf ook al aan, korter spelen, bal in de ploeg houden, hou de ploeg bij elkaar. Linies niet te ver uiteen. Shalai. Mooie beweging, Tahamata, Shalai. Die twee kennen elkaar van de vorige wedstrijd. Van Hongarije krijgt balbezit. Sekeres, balverlies, scherpdekkende van Tichelen. En Sekeres nu aan de rechterkant. Weer van Tichelen. En gewoon terug. Dat is het recept. Een kwartier nog. Hongarije, Nederland 0-1. En je zou zo zeggen, het moet kunnen. Het heeft er de hele wedstrijd al in gezeten. Alleen de score is te laag. Siloy. Gullit voorin. Van Basten voorin. Die wil de bal. Gullit krijgt hem. Staat buitenspel. Sekeres die bal goed verlengt op Kovac. En nu van Tichelen, pas op. Zijn er. Dit was zo'n moment van onachtzaamheid. Van Tichelen was even weg uit de dekking tegen Kovac. En die is snel.
En dan is het moment voor een verdediger, wat moet je doen? Hem laten gaan of hem tackelen? Van Tichelen koos voor het eerste omdat hij zag dat Van Breukelen de zijkant goed afschermde en er niemand mee was gekomen. Want als je hem pakt is het een penalty, absoluut. Kijk, er is niemand mee terug goed en Kovac ging bovendien zelf. Wouters, Koeman, Wouters, Detari sloft erachteraan. Rijkaard schuift op. Nederland houdt het initiatief, misschien is dat ook wel het beste. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Met achterin voldoende mensen, Spelbos, Rijkaard. En Siloy gaat door. Kardos. Gewoon de Hongaar op eigen helft houden, niet te dicht. In het strafschopgebied voor Hans van Breukelen. Spelbos. En lekker blijven tikken. Bal in de ploeg houden. Gullit beseft dat. Althans wilde dat graag, maar zag Preschela niet. Maar vecht nu terug. Daar komt Salai aan de buitenkant. Maar haalt die bal op geen meters na. Kardos met grote stappen. Siloy. Gullit die een zwiep krijgt van Keller. Het mag. Kardos. Detari. Wanneer gaat hij eindelijk eens meer in de punt naar voren spelen? Want daar achterin valt voor hem niets te verdienen. Goed voetballen als hij kan. Maar hij lijkt nog altijd niet over zijn crisis heen. Levert die bal zomaar in bij Gullit. Maar die verliest hem dan weer. Was een rotbal ook. 10 minuten nog. Sekeres. Esterhazy. Dek die kant goed af, Siloy, je weet dat hij schiet. Detari. Kappen draaien. Van Tichelen. Van Basten, even balletje bij je houden. En brengt rust in de ploeg. Wouters tussen twee Hongaren in. Siloy helpt. Siloy die veel opkomt en goed opkomt aan die rechterkant. Een rechterkant die duidelijk beter functioneert dan de linker. Maar het is al gesignaleerd. Het heeft alles te maken met spelers die op andere posities staan dan in hun clubs.
Behalve Tahamata dan. Wouters. Iemand moet uit de dekking komen. Lukt niet, dus terug. Siloy. Van Schip. En dat zijn van die kleinigheden die eigenlijk niet moeten. Maar voorlopig staan we dus nog altijd voor. En lijkt het erop alsof we eindelijk eens een keer kunnen beginnen. Een positieve start. Aan een reeks van kwalificatiewedstrijden. Dat is in het verleden vaak anders geweest. Maar we zijn er nog niet. Nog 8 minuten. En nog altijd is er bij de Hongaren Détari en Kartos. Een man van wilskracht. En weer Détari. Die schiet maar uit wanhoop. Er zit niets in. Koeman zet zijn man weg, Garaba. Er is niet gefloten, het spel gaat door. Pinter. Je vraagt je af waarom die nog steeds achter zijn verdediging blijft spelen. Keller. Vrije trap. Van Tichelen. Helemaal meegegaan met Kovac. En Détari. Zoekt aan de buitenkant Chalai. Maar ook Tahamata is mee terug. Alles nu op de helft van Nederland. Precheller. Overtreding Siloy, dacht ik. Maar het spel gaat door. Kardos. Garaba. Rijkaard. Wouters, het is nu weg is weg. Chalai die over Tahamata heen gaat met een knappe beweging. En dan Koeman vindt. Laatste 5 minuten. Wouters, geen hoekschoppen weggeven. Beter een ingooi. Hoewel, Chalai kan die erg ver voor het doel gooien. Als hij het doet tenminste. Hij laat het aan Garaba. En wat heeft hij in huis? Kartos, die nummer 5, die sterke verdediger, ook al mee voorin. Een man die anderhalf jaar terug van Breukelen nog tot een uiterste krachtsinspanning dwong. Een moment om niet snel te vergeten. Dat hield Nederland toen in de race. Maar het plezier duurde niet lang. Want onze zuiderburen bedierven toen het feestje. Die gingen naar Mexico. Dat verhaal is uit. Nu is er een nieuw boek. Dat van het Europees kampioenschap. Over 2 jaar in Duitsland. En misschien blijft dat boek voor ons open. Het lijkt er aardig op, want Nederland heeft nog altijd hier in Budapest de wedstrijd in de knip. Zaak is nu om de concentratie te bewaren. We hebben zo langzamerhand ervaren spelers genoeg die dat kunnen. We praten vaak in Nederland over het eeuwige jonge talent, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Maar die hebben natuurlijk inmiddels al zoveel ervaring dat men van jonge talenten niet meer kan spreken. Het zijn gelouterde, geroutineerde profs. En nu is het zaak om hier in die laatste fase van de wedstrijd het kopje erbij te houden. Van Tichelen, ook al jaren natuurlijk, een vaste keus. Gewoon terug op de keeper. Het is niet mooi en ik kan me ook voorstellen dat u met mij geen fantastische wedstrijd gezien heeft. Maar dit soort wedstrijden, kwalificatiewedstrijden, daar heeft Michels gelijk in. Het gaat louter en alleen om het resultaat. Tahamata buitenspel. Ja. Détari.
Preseler. Rijkaard en Gullit nu mee terug. Gewoon naar Rijkaard spelen. Niet terug naar de keeper, dat kan niet. Via Gullit en geen risico's nemen. Vrije trap is ook goed. Ruud Gullit, een absolute hoofdrol in deze wedstrijd. Hij was de aanvoerder van een knap spelende oranje ploeg. Technisch en tactisch heel goed. Siloy, Wouters, Van Basten. De man van het enige doelpunt. En daar is hij voor natuurlijk. Nu moet er iemand komen om Van Basten te helpen. Dat was er niet. En dus mag Detari ingooien. En blijft er nog altijd natuurlijk de hoop bij de Hongaren. Met Csikeres. Overtreding Wouters. Nederland gaat dan nog eens wisselen, zo lijkt het. En ik denk dat een verdedigend ingestelde speler, Tahamata, maakt al aanstalten naar de zijlijn te gaan. In de persoon van Suvrijn nog in de ploeg zal komen. Wilbert Suvrijn, die de laatste drie interlands steeds opvallend sterk inviel. En van wie dus was verwacht dat hij vanavond zijn officiële debuut mocht maken. Zo was het niet. Maar de winnende coach heeft altijd gelijk. En voorlopig is dat Rinus Michels. Detari met de vrije trap. Van Schip. Pinter. Gewoon opjagen nu, want die is erg onzeker. Spelbos. Van Breukelen, precies op tijd. Suvrijn moet eerst in balbezit. En de klok loopt. Anderhalve minuut. Hongarije, Nederland. 0-1. Gullit. Wouters. Wouters wil te veel. Rijkaard. Nederland krijgt de vrije trap. Dat is weer seconde winst. Ja, je mag toch niet aannemen dat de punten hier nog worden weggegeven. De punten die ook absoluut verdiend zijn. Dat heeft u met mij kunnen constateren. Drie keer paal en lat. Een goal die niet werd toegekend. En Van Breukelen, die in eigen strafschopgebied geblesseerd is. Reden waarom Michel zich opwint. Die wil dat de keeper verzorgd wordt. Maar Van Breukelen staat weer. De Hongaren die hier thuis in eigen wedstrijd niets, maar dan ook niets hebben gedaan. Een schande eigenlijk voor een ploeg die voor eigen publiek speelt. Maar goed, daar hebben wij geen boodschap aan. Het gaat ons om de winst van het Nederlands elftal. Een Nederlands elftal dat kennelijk van de clubs de laatste weken alle medewerking heeft gekregen. En daar ook dankbaar van heeft geprofiteerd. Eindelijk weer eens een belangrijke uitwedstrijd aan het begin van een kwalificatiereeks winst. En daar heeft Kaller voor het laatst gefloten en is de winst definitief binnen. Gullit en de zijnen, maar naar de Simpelbaan, daar naar het deel waar het Nederlandse publiek staat. Dat hier in het Népstadion in Budapest de toon aangeeft. En deze man, Imre Komora, die hoopvol begon aan zijn nieuwe klus. Alhoewel hij vooraf al bedenkelijk was en zich indekte. En zondag in Studio Sport nog zei, ik ben eventueel al tevreden met een gelijkspel. Nou, dat is er voor de Hongaren niet van gekomen. Het Nederlands elftal wint hier. Drie Nederlandse clubs zijn door in de volgende Europa Cup ronde. Het Nederlands voetbalelftal wint de eerste kwalificatiewedstrijd tegen de zwaar teleurgestelde Hongaren. Het loopt goed met de publieke belangstelling voor ons voetbal. Zouden dan eindelijk na zeven magere jaren nu de zeven vette jaren zijn aangebroken. Het kan, het is te hopen. En kijk maar eens, de profs van wie nog wel eens gezegd wordt, ze zijn niet met hun vak bezig, zijn echt blij. Garaba gaat teleurgesteld naar de kleedkamer. 11 Nederlanders gaan nogmaals daar naar de tribunes waar de fans zitten. Ze zijn dol en dol blij en ze hebben de winst dik en dik verdiend. Ik groet u vanuit Budapest. Goedenavond.
19 november, dan is de volgende wedstrijd van Nederland in de voorronde van de strijd om het Europees voetbalkampioenschap. In 1988 is de eindronde van het Europese kampioenschap in West-Duitsland. 1 van Griekenland. Dit is dus de stand in groep 5. Nederland, Polen, Griekenland, Hongarije en Cyprus doet ook mee. Dat doen we in eerste instantie met de man van het doelpunt, met Marco van Basten. Een typische spitsspeler die cool bleef op het moment dat het moest gebeuren. Want Marco, we hadden al heel wat kansen gehad, hè? Ja, inderdaad. Op laatst was hij er een beetje moedeloos van, maar ja, de eerste van mij op de lat en de tweede van Koeman op de lat. In het begin nog een paar kansjes net naast. Ja, ik kon op een gegeven moment echt niet meer uitblijven ook. En, ja, we hebben dadelijk het dominante van het spel gehad. En ja, dat is toch heel goed in een uitwedstrijd. En ik denk ook dat we terecht gewonnen hebben. Laten we het even hebben over twee momenten. Allereerst dat moment een minuut voor rust. Die bal van jou onderkant lat. Ja. Volgens ons zat hij. Ja, ik heb het niet echt goed kunnen zien, omdat ik viel op mijn rug, zodat ik de bal achter me had. Ik keek naar de grensrechter, maar die reageerde niet. Dus ik denk, nou, hij zal er wel niet overheen zijn geweest. Maar ik hoorde net van andere journalisten dat het wel degelijk een doelpunt was. Dus ja, die grensrechter had toch niet zo'n beste avond, denk ik. Maar we hebben nog gewonnen ook. Dus, Dat is een rot moment voor een ploeg, hè? Zo 1 minuut voor rust. Terwijl je zo dominant bent, dan moet je eigenlijk al scoren. Ja, inderdaad. En je gaat lekker de rust in. Aan de andere kant kan je ook zeggen van, nou, als je voor rust op 1-0 komt, dan gaan ze op een gegeven moment in de tweede helft alles op alles spelen. En wij hebben duidelijk nog in de tweede helft, begin van de tweede helft, het spel naar ons toegetrokken. Zodat we in feite nog steeds het spel maakten. En nadat we het doelpunt gemaakt hebben, begonnen hun eigenlijk te voetballen. En ja, dan kon je ook wel zien dat het iets paniekeriger werd bij ons. Maar we hebben toch nog, goed weten te verdedigen, dacht ik zo. Ze hebben niet veel kansen gehad. Eén kansje op rechts en daar is het eigenlijk mee gebleven. Het tweede moment waar we nog even over zullen napraten, uiteraard de enige en winnende goal. Gullit, dacht ik, wilde eerst zelf scoren, maar hij hield het heel lang, hield hij die bal bij zich totdat jij er was. Ja, de bal werd goed van Jan meegenomen, diepte ingestuurd. Ik dacht eerst, die bal is te hard, dus Ruud laat hem gaan, maar Ruud was zo snel dat hij die bal nog kon hebben. Die ging de keeper voorbij en die had hem of gelijk met links moeten schieten, maar dat was een beetje, want die verdediger die ging naar de goal toe. Dus het was goed dat hij hem afkapte en tikte hem heel knap terug en ik kon hem in feite niet meer missen. Dat was een compliment voor de ploeg, denk ik, en ook voor Ruud. En ik ben er erg blij mee ook. Belangrijk, hè? Zo'n eerste kwalificatiewedstrijd uit nog wel in Boedapest winnen. Ja, we hebben er 2 jaar geleden hebben we hetzelfde meegemaakt als de Hongaren nu. Thuis tegen Hongarije verliezen. Dat is een drama, dat is heel rot. En ik denk dat we in die 2 jaar als ploeg heel sterk zijn geworden. We hebben met allemaal jonge spelers, in feite dezelfde spelers die nu in het veld hebben gestaan, hebben we die 2 jaar hebben we geleerd om veel routine op te doen. Veel te leren in allerlei opzichten, in Europa Cup, in nationaal verband. En ik dacht dat we nu onze vruchten ervan konden plukken. En dat is te hopen. De man die het allemaal bedacht heeft is natuurlijk de bondscoach Rinus Michels. Allereerst meneer Michels, gefeliciteerd met deze overwinning. Want die is denk ik in een uitwedstrijd heel belangrijk. In een uitwedstrijd voor het aanvangen van een serie wedstrijden voor een kwalificatie is dus een 2 punten mee naar huis nemen is een hele belangrijke zaak. Niet alleen voor de punten. Maar ook dus voor het moreel van een ploeg. U heeft ons vooraf nogal verrast met de opstelling. We dachten, althans de meeste mensen die rond het Nederlands elftal zich bewogen, dat Suvrijn zou spelen, wat verdedigend te spelen. U heeft toch gekozen voor een zeer offensieve speelwijze. Ja, ik geloof dus niet dat je dat zomaar verklaren. Men kan met Suvrijn wel of Suvrijn niet. Dan zou ik dus van de 4 pure aanvallers die er in deze ploeg zitten met 6... mensen die dus wat verdedigender zijn of echte verdedigers, heb je dus voor een uitwedstrijd een vrij normaal evenwicht. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee dus komt tot behoorlijk aanvallen, omdat dat veel afhangt van wat de tegenpartij brengt. En meestal brengt een tegenpartij uit zoveel dat je meer verdedigen moet dan aanvallen. Niettemin was toch het idee bij mij dus dat de Hongaren dan ook niet overliepen van zelfvertrouwen naar alle narigheid die ze meegemaakt hebben in Mexico en na Mexico, vooral in de publieke opinie, die dan weer vertaald wordt naar de publieke opinie toe door de media, waardoor ze dus een slecht leven hadden in hun voetbalwereldje. Hetzelfde geldt trouwens voor Nederland. Wij hebben dat dus ook, zij de oorzaken dus anders. Wij zoeken dus al heel lang naar wat positieve geluiden, zowel op het veld als buiten het veld. Maar je moet ermee op het veld beginnen. En dat is dus vandaag in ieder geval gebeurd. Een hele belangrijke start voor het Nederlandse voetbal, een nieuwe start. Nou, het is in ieder geval een beginstap. We zijn op de weg en
ik blijf zeggen dat de enige manier om uit die hele impasse te komen, dat is dus als we met z'n allen dus een positieve benadering hebben. Maar die positieve benadering, en daar probeer ik die spelers ook altijd maar weer van te overtuigen, die moet eerst van ons komen. Wij moeten eerst op het veld dus wat brengen, want anders dan lukt dat niet. De ploeg stond op scherp. U stond ook op scherp, hè? Want er was nogal wat kritiek toch op uw selectiebeleid, Kieft, met God. Voor u ook de overwinning belangrijk? Dat is natuurlijk zeer belangrijk, omdat, dat heb ik al gezegd, het is niet alleen een kwestie van 2 punten in een uitwedstrijd bij de aanvang van een kwalificatieronde. Het is dus ook vooral het moreel, het zelfvertrouwen dat je dus vindt in de selectie die je dus gekozen hebt en het elftal dat op de grasmat is gekomen. Niet alleen door die 1-0 overwinning, want ik vind die nog maar een schamele afspiegeling van wat er op het veld plaats heeft gevonden, waarbij dan ook de geluksfactor nog niet helemaal in ons voordeel was. Maar ook door de manier van spelen krijg je dus dan als effect van zo'n resultaat dat je dus denkt, nou, we zijn op de goede weg. En ondanks de kritiek, die heb je nou eenmaal in dit voetbalwereldje. En degene die wint, die heeft gelijk. Dus ik heb dan voorlopig weer een paar maanden gelijk. En dan begint het weer. Ja, dat is het enige laatste vraag, dat je dit elftal kunt verwijten dat ze niet dik hebben gewonnen. Ja, maar ik moet wel zeggen, ze hadden ook wel wat meer geluk mogen hebben. Maar ik geef toe dat in de eerste helft het leek of ze zelf niet geloofden in de overtuiging waarmee ze dus het hele spel beheersten. En ze misten dus de killing op het laatste moment. Maar dat zeg ik, daarbij werd dan ook nog een keer gescoord. Dat wij dachten in ieder geval dat er gescoord werd. Dat werd dan nog niet toegekend. Dus ook de geluksfactor die blijft nog lang weg. Rinus Michels, de winnaar. Theo Rijtsma is uw commentator. Nederland tegen Polen in het Olympisch Stadion. De kwalificatiewedstrijd in de voorronde dus van het Europees kampioenschap voetbal, waarvan de eindronde in 1988 is in West-Duitsland. De stand in deze groep op dit moment. Polen en Nederland, beide hebben 1 wedstrijd gespeeld en gewonnen. Griekenland heeft 2 wedstrijden gespeeld en heeft verloren van Polen en gewonnen van Hongarije. Cyprus speelde nog niet, maar speelt in december tegen Griekenland en tegen Nederland. En onderaan staat Hongarije met 0 punten uit 2 wedstrijden. Hongarije dat die vreselijke kater nog heeft van die geweldige nederlaag bij het wereldkampioenschap voetbal tegen de Sovjet-Unie. Daarna is er geen orde op zaken gesteld in Hongarije. Hongarije ligt dus onderaan in deze groep. En Nederland dat heeft op het ogenblik ogenschijnlijk de wind mee. De goede spelers zijn in leeftijd gegroeid. Ze waren in aantocht een aantal jaren geleden. Ze zijn er nu volop. Gullit met zijn 24 jaar. Rijkaard, idem dito. En Van Basten met 22 jaar. Gullit, Van Basten. De mensen die de rest op sleeptouw kunnen nemen. Die van belang kunnen zijn in een team zoals het Nederlands voetbal op dit moment beschikbaar heeft. Volle bak hier in Amsterdam zorgt voor een goede sfeer. Een opgeklopte sfeer misschien ook wel, maar in ieder geval een sfeer die getuigt van het feit dat het voetbal in Nederland op zo'n moment ineens weer springlevend is. En hoe kan dat? Dat kan doordat er een overwinning wordt behaald in Hongarije, doordat Ajax en PSV aardig voetballen. En dan staat ineens alles met oranje mutsjes op wanneer er hier in het Olympisch Stadion moet worden gespeeld. Hier het Nederlands team waarvan de opstelling geen opzien baart. Want het is de opstelling zoals die ook bekend was vanmorgen vroeg hier en daar. En zoals die bovendien werd gehanteerd voor de uitwedstrijd tegen Hongarije. Dat wil zeggen Van Breukelen, Siloy, Rijkaard, Spelbos, Van Tichelen, Van Schip, Wouters, Koeman, Tahamata, Gullit, Van Basten. En zoals bekend Van Schip op rechts en Tahamata op links. Zij kunnen doorschuiven naar voren. Dan staat daar tegenover een Poolse ploeg die gedurende een lange reeks van jaren goed internationaal voetbal heeft gespeeld. Maar eerst de volkslied. We'll be right back.
Harmonie uit Eindhoven. Ik zal nu ook het Wilhelmus blazen. Die is zeer nadrukkelijk in het voordeel van het Nederlands team. Je ziet het aan de hoofden van de spelers. Bij het spelen van het Wilhelmus komt er iets van genoegen in de uitdrukkingen. En dat is de steun van het publiek is dichtbij. Wil het even rollen, dan zal het goed kunnen gaan met dit Nederlands voetbalelftal. Aanvoerder Ruud Gullit en daar in het midden de Franse scheidsrechter Kidiou. Hij is jong, 36. Hij heeft sinds 3 jaar internationaal voetbal op zijn lijstje staan. En hij had een geweldig optreden bij het wereldkampioenschap voetbal.